Halleluja. We zullen nooit perfect zijn. Ik hoorde hier een paar valse noten en ik dacht aan Paulus. Wij als christenen, als gelovigen, wij proberen zoveel mogelijk perfect te zijn. En dat is heel vaak een belemmering voor God om door te breken. En ik hoorde die valse noten en ik dacht aan Paulus. Paulus, de grote man van God, die op een bepaald moment zegt: Mij is gegeven. Waar is Patrick? Mij is gegeven. Nee, 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 nee. Paulus niet. Hij is Mij is gegeven een engel des Satans om mij met vuisten. Mannen, we zijn vertrokken, hè? Mij is gegeven een engel des Satans. ...om mij met vuisten te slagen. En alle theologen... Mannen, ik wil vertrekken hier. Hè. En alle theologen leggen dat uit. Ja, Paulus had tandpijn, zag niet goed, was kaal. Ja, vergeet het. Hè. Nee, 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 nee. Je moet bij de tekst blijven. Als je de Bijbel leest. En daar staat... ...mij is gegeven een engel des Satans... ...om mij met vuisten te slagen... En de bedoeling, zegt Paulus, daarvan is, Patrick... Ja, het is goed. Omdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Ja? Wel, Tom, die valse noten, dat is omdat je je nek... Nee, nee, dat was gewoon je imperfectie. Ik bedoel, als je geloof vooral gefocust is op... Ik mag geen fouten maken. Ik moet perfect zijn. En dat is niet goed. Dan houd je God tegen... Om in u een groot werk te doen. Maar dat terzijde, dat brengt mij bij mijn tekst in uh, psalm 32. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die jij moet gaan. Dat is tegen mij, maar dat is ook tegen u. Ik raad u mijn oogjes op u. Dat zijn al twee dingen. Hè? Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand. Welk trots men bedwint met toom en bid. En eigenlijk zou ik mijn preek hiertoe kunnen beperken en het allemaal op u gooien. En allemaal kwaad maken. Anneke, en ik geloof Gaar is ook een van paardenfan. Hè? Hoe is karakter van Siska, uw paard? Lief, sterk karakter. Wat bedoel je? Is dat negatief? Want als ze zeggen, ja, dan de niet heeft een sterke karakter, dan zeg je, dat is een kleutzak. Dat is positief. Een sterke karakter. Ja. Oké. Okay. God ver, vergelijkt ons via de psalmist met paarden. Charis, hoe, hoe is uw paard? La kazekiek. Lief, hard werken. Koepacht, stop. Het is goed, het is goed, dat wil God zeggen. Beste vrienden, wij, echte, ik ontplof van het enthousiasme, want er is hoop voor de kerk. En voor iedereen die durft van A naar B mee te gaan met God. Want God is geen God van ene aan, zoals Nemo van het Groene wat zingt in, we uh, noemen dat liedje. Liefde voor muziek, waar dat een racistische uitspraak doet. Het is niet ene vooraan en de andere apen in de zaal. Nee, 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 nee. Het zit in u. Als je Jezus aangenomen hebt, is de kracht van God, de aanwezigheid van God in u. En ligt een bal naar u. En ik hoorde in dat liedje Our God. Jongens, leuk is dat in die liedjes zitten. Our God is greater. En dan: Wie zal, wie zal ons uh, weer raden? Hallo, hallo. Wie zal ons weer raden van God? Hallo, hallo, hallo. De hele kerk kreunt wereldwijd onder de terreur van de omstandigheden en van de duisternis. Maar in Nederland hebben ze al een slogan voor 2022. Wat? Uh, sorry, dank u, Elke. 2023, voor de Pinksterconferentie, de grote conferentie. 80.000 man, heel de wereld kijkt daarnaar. Weet je wat de slogan is? Weet je wat de slogan is? Kijken op Jezus. Daarmee koop ik geen ballen in deze tijd. Ik weet waar ze dat halen, maar dat is religie. En de mensen... Opzadelen met een schuldgevoel op voorhand al. Want als de uitleg is, er komt een zeer moeilijke tijd, onze gasrekeningen gaan terug omhoog. Dat is de, de, de geestelijke visie van de top in Nederland. Hè? Dus onze slogan en de, en de slogan voor de Pinksterconferentie is: Kijk op Jezus. Hallo. Ik weet waar ze dat van halen. Dat komt uit Hebreeën. Waar sta? Dat wij in moeilijke tijden onze oog daarbij gericht op Jezus, die om de hoop die voor Hem lag, het lijden meegepakt heeft. Maar dat is een ander verhaal. Maar kom een keer met die slogan naar iemand die verdriet heeft, die zwaar ziek is, die zijn job verloren is, zijn kind verongelukt, kanker gehad heeft, ja? En noem maar op, dat werkt niet. Maar God, dat is, een, dat is de, de, de God van Holland, de God van Vlaanderen, die zegt niet anders. En ik ga terug lezen en tot mijn punt komen. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij moet gaan. Dat is al moeilijk voor velen om te accepteren. Ja, wie zei jij? Wel, ik ben Eddie Ashart en ik, ik vertel het hier. En je doet daarmee wat je wilt. Maar, als je niet naar mij luistert, zullen we naar iemand anders moeten luisteren. Want God heeft een systeem ingesteld waarbij er leraars en luisteraars zijn. En doeners. Om doeners te worden. Dus hier staat aspect nummer één. In de gebeden en de aanbieding hoor ik kom, laat vallen, die geest. Maar God zegt shift gears. Shift gears. Weet je het nog? Uh, de titel van mijn preek een maand of twee geleden, Shift Gears, met de vertaling. Het moet anders. Niet harder bidden, meer bidden. Nee, jullie moeten anders geloven, anders denken. Ja, dat was de boodschap van de afgelopen week via Heng Binnendijk. En Jezus zijn woorden die zegt: Gemeente, kerk, je ge doet goede dingen, je hebt vol hart, maar ik heb tegen u. En als je u niet bekeert en weder uw eerste werk doet, dan neem ik het licht van u weg. Daar staan we. Ja? En verleden week was de preektitel Tabula Rasa. Als God zegt, ik heb het gehad, dan veegt hij alles weg en begint hem opnieuw. Kennen je dat verhaal in Jeremia van de pottenbakker? Ja? Als God hè, en die pottenbakker, dat is zijn volk, dat zijn wij. Hij maakt daar iets mee en dat mislukt, dan gooit hij dat kapot en begint opnieuw. Hou daarmee rekening. Want eigenlijk, ik zijn er zes dingen tegelijk aan het vertellen. Eigenlijk gaat het daarover vandaag. Trekken aan een dood paard. Oké, okay. we zijn bij de paarden. Hè? Ik kom er direct op terug. Volgende is Shift Gears. Dat is wat God hier maanden geleden gezegd heeft. Hallo, Vlaamse kerk. Het moet anders dan wat jullie als gewoonten en tradities ondertussen aangenomen hebben. En die blijkbaar geen geestelijke resultaten opleveren. Akkoord? Niet vies worden, hè? Het is gewoon wat het is. Shift gears. Klokkenluiders, daar komen we op neer. Kleo, houd u vast, hè? Het gaat over u ook, hè? Wie heeft er mijn clipje gezien op Facebook over de klokkenluider? Oké. Okay. Goed, watch. Watch, daar gaan we het direct over hebben. En wat 3, 4. En kom in beweging. Voilà, je hebt nu meteen heel het menu gehad. Als ik nu nog terug ga, zou het ook leuk zijn, Hallo mannen. Zal te dieten. Oké, okay, ze biedt moeten terug. Hè. Ik ga terug naar mijn uh, psalm. Ik leer u en onderwijs u aangaande de weg die jij moet gaan. God zegt: Mijn woord, mijn geest, mijn bedienaars, dat allemaal samen. Ik leer u, omdat je dat uit je eigen niet weet. En ik leer u de stem van de, van de Heilige Geest herkennen. Maar dat moet je een fundament hebben in Gods woord. Want er zijn miljoenen stemmen. Oké. Okay? Ik leer en onderwijs u aan gaande de weg die jij moet gaan. En dat is vandaag voor ons de sleutel. Om die glory gap, zoals we het genoemd hebben, de tijd die we nu beleven. Tussen na de storm van corona en voor de nieuwe zegen van God. De late regen, de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is een genadetijd, gratis, voor niks dus. Die Glory Gap noemen wij het. Dat is de genadetijd om te leren en om te moven in ons verstand en in ons hart. Want anders gaat de belofte aan ons. Voorbij. Maar goed, ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u. Je moet niet doen. en dat plafond kijken, want ik heb u in deugd, pakje. Uw geweten is uw geweten. En gij kunt doen dat uw neus bloeit, maar ik spreek wel. En in Jezaja staat: het woord van God komt nooit ledig terug. Als gij naar links, naar rechts kijkt en zegt: voert. Dat komt op uw nek misschien jaar later terecht. God is zeer te vrezen, hè? maar wij hebben een hoop. En die hoop die wil ik u vandaag bewijzen door hoe God al jaren met ons op weg is en spreekt door verschillende mensen hier. En ons de weg wijst naar verandering en die nu zegt. Kijk niet op Jezus. Shift gears. Zet uw hart open en uw verstand en durf metanoia, bekering. Verleden week. Durf van gedacht veranderen en uw leven in uw houding en uw acties naar die nieuwe inzichten aanpassen. Dat is bekering. Oké, okay? maar goed. Zal maar gestuurd worden. Ik raad u mijn oog eens op u. Dat zijn al twee beledigingen, als je niet goed gezien bent vandaag. Dus uit uzelf, forget it. Je zult moeten luisteren. Kende jij één kindje? Jullie zijn ouders, jij bent ouder. Dan is zit daar ook. En daar zijn er nog. Kende jij één kind dat zonder onderricht, correctie en bijleren, een deftige mens wordt, kan toch niet, bestaat toch niet. Jij wel, ik wel, als Christen, forget it. Maar wij zijn wel begiftigd met een potentieel om bovennatuurlijke dingen mee te maken en bovennatuurlijk te leren. Our God, hè? Ah, Wel, ik zal u zeggen, in de ellende, in de dood, in de ziekte, in de tegenslag. Hebben wij het vermogen door Gods aanwezigheid om er boven te gaan staan? Maar zeg niet als christen, heb er niks voor. Ja? Je kent mijn lijst ook, hè? de meeste. En, en die van jullie ook. Ja? Corona is been hell. Maar goed, ik zit nog altijd. Ik raad u mijn nog eens op u. Dus twee vermaningen. Willen wij in die zegen gaan? Dan moeten we beseffen dat God, zoals hij vroeger gedaan heeft, tabula rasa gedaan heeft, recent. En ook bij ons wil doen en een schone, een schone lei geven om opnieuw te beginnen. God heeft dat altijd gedaan. En God heeft altijd klokkenluiders gegeven. God heeft altijd klokkenluiders gegeven. Door zijn profeten Ezechiel, Jeremia, Jezaja. Jeremia, die sukkelaar van 4,25 jaar, die zei: No way, babies, Tegen de leiders van Gods volk. Die zei: Jullie zijn leugenaars. En dit is wat de Heer zegt. En wat deden ze met Jeremia? Ze gooiden hem in een put. Ja? Ik wacht op mijn put. Maar enfin, ik kan mijn verhaal wel vertellen. Oké? Okay? Johannes de Doper is rond hoofd hè. Maar Johannes de Doper was Jezus zijn klokkeluider hè. En God durft tabula rasa doen, want hij heeft Israël voor 2000 jaar aan de kant gezet omdat men naar de klokkeluider niet luisterde, maar Jezus ging wel door met zijn plan. En dat plan dat bent u, de kerk, de Heilige Geest. En nu zitten we weer in een periode Bereid de weg des Heren. Dezelfde zin als over Johannes gesproken wordt. Mannen, het valt niet op uw koop. Je gaat dit moeten vastpakken. Overdenken, bieden, checken. Bijbelstudie is een concept dat passé is. Dat wordt Bijbelcoaching. All right? Binnenkort tegen betaling bij mij. Ik leer een. Onderwijs u aangaande de weg die gegaan moet. Ik raad u mijn nog eens op u. Dat is allez, twee verwittigingen, maar positief bedoeld. Hè? Als jij zegt, ik weet het, en ik weet dat wel, ja, dan plaveide zelf uw ondergang. Oké. Okay. Wees, en nu zijn we bij het paard, wees niet als een paard. Als een muildier zonder verstand. Ja? Welks trots. En hier is mijn volgende belediging. Hier zitten zoveel nekken in de zaal. Eigenlijk allemaal. Als je de Bijbel gelooft, dan weet je dat elke mens zijn een trots en zijn hoogmoed heeft. Die hem vaak belet om te buigen voor een andere mening. En God is zo slecht geweest, van niet rechtstreeks hier zondags op het podium te komen en te preken, maar een people zoals mij, Tom, Koen, te gebruiken. Waar dat God zegt, luister daar maar naar. Niet dat dat allemaal evangelie is, maar ik zit die daar. Lees mijn woord, dat is mijn systeem. En vandaag, in deze eindtijd, wil niemand nog gezag aanvaarden. En iedereen gaat op internet, hè, wat ik verleden week gezegd heb, en gaat naar 18 verschillende predikanten luisteren en dan komt hij hier zo zitten. En dan mij bewijs nu maar een keer: it doesn't work like this. Oké? Okay? Maar goed, ik blijf bij de, bij de preek, bij, bij de psalm. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots. Men Bedwingt met toom en bid. Dat zijn drie elementen die we moeten meepakken. Beste vrienden, wees open. Leer geen religie, maar een dynamische prediking. Want God is aan het bewegen van de duisternis, de storm, naar tabula rasa, de kerk zuiveren, naar de nieuwe zegen, de blessing. En daar gaan wij naartoe. En de reeks waar we nu in zitten, daar zitten de ingrediënten in. Voor, om u klaar te stomen, tegen dat God zegt. En nu laat ik een bom vallen door mijn Heilige Geest. Is dat duidelijk wat ik zeg? Kijk, trekken aan een dood paard. Ik had eerst die titel gekozen omdat ik bij Joyce Meyer, voor mij ongeveer de beste predikant ter wereld. Ik was een preek van haar aan het be bekijken. En in een keer noemt hij dat. En ze zegt, stop en trek uw leven en blijf niet trekken aan een dood paard. Oh jong. Nu wil het alsjeblieft lukken dat een paar dagen vroeger. Dat ik van een andere predikant, een Hollander, letterlijk de woorden hoor. Trek niet aan een dood paard. Hola. En dan ben ik dat gaan opzoeken, wat dat, dat wil zeggen. En dat wil zeggen, en dit is een van mijn hoofdconclusies: Trekken aan een dood paard betekent je inspannen. Voor iets dat tot mislukken gedoemd is. Dit is mijn eerste waarschuwing. Onderzoek jezelf. Waar je mee bezig bent. Breng het bij God. Onder de gehoorzaamheid van Christus. Dat wil zeggen, check het met de Bijbel. Check het met de realiteit. Check het met broeders en zusters die je vertrouwt. En als je tot de conclusie komt. Dit heeft geen zin om aan dat project, aan die persoon nog te trekken. Los het, laat het los, want het heeft geen zin. En pas op, wat hier staat, is iedereen heeft leiding nodig. En God houdt u in door. Als je en staat er verder trots, ja, trots, trots belemmert u ...van het doel van God en de zegen van God met je leven te kunnen hebben. Omdat jij denkt, ja, ik weet het beter, ik heb meer diploma's, ik heb meer geld... ...of ik zie er beter uit, of ik ben ik toch, toch wel een stuk beter dan die klootzakskist. Ja? God is anders, ja? Ik weet niet dat je het weet, hè? Maar in onze, op onze website, de slogan is... ...Gospelkerk Vlaanderen, en die moet nu... Vorm krijgen. Want we zitten nog in het oude Gospelkerk-Refrecht. En nu moeten we naar Gospelkerk Vlaanderen met een nieuw geestelijke mindset, visie, om vervuld te worden en de zegen van God te helpen. Maar onze slogan hebben we veranderd naar van vroeger naar van de kerk waar muziek in zit en geloven het kan ook anders. Ze is veranderd. Kijk naar onze website, die binnen afzienbare tijd helemaal geüpdate wordt. Daar staat anders denken, anders geloven en anders leven. Hoe is het mogelijk? Want shifting gears betekent het moet anders. Dus aan ons om nu te luisteren, en onze conclusies te trekken, en die komen stap na stap en. Trek niet aan een doodpaard. Dat is mijn eerste raad. Stop met aan sommige mensen, projecten, opvattingen, stokpaardjes vast te houden. Is dat duidelijk? Is dat een waardevolle tip of vind jij dat niet? Ik vind dat een waardevolle tip. Voor mijn eigen. Ja? Huh? Shifting gears, dat weten we nu al. En hier is het. Hè? Daar wil ik toe komen. Mijn eerste boodschap is Psalm 32. Met de tip, trek niet aan een doodpaard. Stop ermee. Laat los. Ja, maar loslaten, dat is moeilijk, ja. Maar je kunt ook eenvoudig weg loslaten. met de Door draden door te knippen. En te zeggen, weet je wat? Ik stop. Met contact met die persoon. Ik stop met daar nog iets voor te doen. Zo simpel is loslaten. Hè? De rest gaat wel volgen in uw hart. Don't waste your life. Tweede punt is de klokkenluider. Wie mijn promoclipje gezien heeft, heeft gezien dat ik zeg: hier is de klokkenluider van de Gospelkerk. Uh, een klokkenluider, dat is iemand die uh, wantoestanden aanklaagt van binnenuit, niet van buitenaf. Dus een klokkenluider, dat is een persoon, en je hebt dat al in de actualiteit meegemaakt, maar een klokkenluider, dat is iemand die in, in, in dezelfde organisatie werkt, of een bedrijf, als waar hij zijn beklag over doet. Is dat duidelijk? Dat is een klokkenluider. En ik zeg, ik ben de klokkenluider van ons kerk en ook voor andere kerken. Waarom? En ik heb twee dingen gezegd. Zeg, kijk. En ik heb gezegd wie heeft er het clipje op Facebook gezien van een kort clipje over de allerslimste mens ter wereld? Waar dat Erik van. En pas op, dat is geknipt door de TV zelf, niet door mij. En daarin zie je dat de drie kandidaten, plus de jury, plus Erik van Looij, de quizmaster, die zeggen, ja, eigenlijk zouden wij allemaal naar de psycholoog moeten gaan regelmatig, want wat is de zin van dit bestaan? Allemaal, hè? Allemaal BV's, hè? Die zeggen, ja, en weten je wat dat zo speciaal was? Dat die niet alleen zeiden, ja, wat zitten we eerst te doen, beste vrienden, God geeft zin en hoop aan uw bestaan en ook in de moeilijkheden, maar ook voor de toekomst. Oké? Okay? Maar dan zeggen die mensen in de allerslimste mensen ter wereld, maar ook zeggen ze, want het is niet alleen dat we de zin niet kennen, maar we kunnen het leven ook niet aan. En ik dacht, wow. En die beamen dat allemaal, Margriet Hermans, uh, uh, Bokkie de Rapper, wie kent hem? Uh, een uh, dj van, van Studio Brussel was erbij. Uh, nog een paar bekende Vlamingen. En die zeiden, ja, het is normaal hè, dat je nu naar een psycholoog gaat als, als, als burger. Want het is niet alleen de zin van het leven, maar ook, we kunnen het leven niet aan. Kijk er naar, en ik dacht dat is het, hè? Dat is het, hè? Ik heb dat gevonden op Facebook Watch. Weten hoe de, de titel is van onze reeks? Vandaag de achtste aflevering. Anneke, Patrick, wacht. We are the Church. Watch it. Hou het in doog. Wat u hier krijgt, gooi het niet weg. Kijk, hè. dat is een nieuwe tijd. Hè. Om als Christen het te maken is niet voldoende om eens naar de kerk te komen. Je moet er je werk van maken. En je moet die preken bestuderen, bekijken, geen overslagen. Want het is pas over een reeks dat je de volle zegen ervan kunt rapen en de volle betekenis kunt vatten en God zijn punt en de fouten die er ook in zitten, de onvolkomenheden. En daarom dat ik zeg, Bijbelstudie, zoals vroeger, de evangelische kerken, de katholieke kerk, ja, die heeft zichzelf al lang buitenspel gezet, maar de evangelisch-bijbelse kerken, na, na corona, business as usual, hè, Terug naar een dienst, ja, dat moet je doen. Maar zorg dat je, dat je er zijt, zorg dat je studiewerk doet, dat je je laat coachen Ja? en dat je meedoet en meegaat. Want God zegt: ik leer, ik leer en onderwijs u. Ik raad u mijn ogen op u en zij niet hoogmoedig en zijn niet koppig lakke paard. Want de paard is koppig. En ik ken hier veel paarden, inclusief mezelf. Beste vrienden, wij staan voor na de grote, na de grote ramp, voor een tijd van zegen. Maar make no mistake, zei George Bush in een tijd. Make no mistake, dat valt niet zomaar op uw koppen. Je gaat moeten naar een kerk komen zoals deze. Ja? And this is not America. Echt niet hè? Wij hebben onze eigen cultuur. De mensen als je hier naar buiten komt en zegt: "Jesus loves you and repent from your sins." Dan steken ze je in een secte. Billy Graham, een van de grootste mannen van God, die is passé, hè, hier. En zelfs in Amerika. Dat is passé. Hè. Nu moeten we praten. En binnenkort mijn eerste aflevering van Scherp gezien. Over demonen. En over de Heilige Geest. En over God. En over het plan van God. En waar we zitten in de geschiedenis. En hoe de geschiedenis door God in de hand genomen wordt. En het christelijk geloof een verhaal is. Jezaja 43, van 18 tot 20. Weet het nog? Zie, ik doe iets nieuws. Ja? Drie jaar geleden ik heb ik een artikel over geschreven in, uh, in Charisma Nederland. Zie, ik doe iets nieuws. Ja? Zult gij er geen acht op slaan? Ja? En dan staat er, je denkt niet wat altijd gebeurd is. En hier zitten mensen die vol zijn en bitter zijn. Van wat er gebeurd is in het verleden. Dus stop het. En als je dat probleem hebt, dan heb je een barrière tussen nu en God. Whatever it is, de boodschap van het evangelie is vergeving. En jij zit mij een hart vol strot. En ik. Dan moeten naar God gaan. Want vergeven ja, soms gaat dat vanzelf, maar meestal niet. En word de bitter. En zet een muur voor God. Oké? Okay? En ik heb geleerd wat, wat bitterheid is de afgelopen twee jaar, door wat ik voorgehad heb. En ik durf te zeggen dat ik dankzij onze God bitterheid overwonnen heb. Maar ik zie ook hoeveel mensen uit bitterheid en ontgoocheling... ...en onrecht aangedaan voelende... ...vandaag... Bij God niet verder komen. Gelovigen, maar ook mensen die niet geloven, maar in hun leven totaal geblokkeerd zijn door die problemen. Beste vrienden, God, Jezus, maakt u vrij. En er is een nieuwe tijd. God maakt tabula rasa en zegt: Ik heb een nieuwe toekomst. Zie, ik doe iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Vergeet wat altijd is gebeurd en dan het nieuwe ontspringt te midden van de woestijn. En daar zitten we nog altijd in. Spijtig genies en ik hoorde aan sommigen hun gebeden. Zitten velen nog in de storm en in de crisis en in het verleden. Maar God zegt, Hela, ik ben u. Watch it, we are the church. Shift gears. Ga mee. Tabula rasa. Trek niet aan een dood paard. Maak uzelf. Zet uzelf vrij en kom mee naar mijn zegen. Is dat geen mooie boodschap? Maar nu, Cleo, mijn beschuldiging naar u. Ik heb in mijn clipje gezegd. Ik ben de klokkenluider van de kerk, omdat. In de wereld, en ik citeer daar het, het stukje van de, slim, de allerslimste mens ter wereld. Ik heb de indruk dat nu ook de ongelovigen, zelfs in de media, in primetime, in de programma waar 1,4 miljoen mensen naar kijken, zeggen: ja, zonder God kunnen we het niet aan. Hallo, hallo kerk, waar zijn de met uw alternatief? Waar zijde met u zout? Ik ben aan het spieken, hè? Waar zijde mee u zout? Waar zijde met uw verschil? Ik zal u zeggen waar ik dat, dat ben met mijn verschil. is ging ik geen kerk gezeten. Een chique restaurant. Duur restaurant. Ik verdien veel geld in die kerk. Puh, dat is normaal. En uh, ik ken die man. En heel kort, hè, want het is al 32 minuten. Heel kort. En uh, met die patroon spreek ik. Vaak, jij weet over wie dat gaat. Niet zeggen, hè. Over Poetin en de oorlog in Oekraïne en uh, Rusland. Enfin, we zijn aan het klappen. En hij zegt, ik versta niet waarom dat een macht als Rusland Oekraïne niet klein krijgt. Ik zeg, mag ik eens iets zeggen? Ik zeg, je moet niet antwoorden. Je moet daar niet op antwoorden. Maar je weet wie dat ik ben, hè. Je weet dat ik voorganger ben. En geloof, Ja, 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 zeg maar, zegt hij. Zeg, ik geloof. Zeg, maar dat is wat ik geloof. Vanuit mijn geloof, en ik, je moet daar niet op reageren, maar ik geloof. President Zelensky is een jood. En ik weet dat zeker in Amerika heel veel christenen, Bijbelse christenen, bidden voor Zelensky, maar ook in Europa en voor Oekraïne. En dat is de reden. Volgens mij heb ik gezegd dat Poetin met zijn wereldmacht de dwerg Oekraïne niet klein krijgt. En die schiet in lach. En die zegt, hij e wil zeiden, ik ga niet anders vertellen. En dat mag ik niet vertellen, maar hij zegt, mijn vriendin, die is van daar in de buurt. En die kan mensen vervloeken omdat ik gezegd had, als conclusie, zeg de reden van die, die zaak, dat Poetin het niet gedaan krijgt, dat, dat, dat zit in, 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 in de hemel, nee, in, in de lucht, in de onzichtbare wereld. En toen schiet hij in de lach en die begint te vertellen dat zijn vriendin mensen kan vervloeken. En die legt me dat helemaal uit, in detail. Ik heb daar een uur gezeten, daarmee is de preek zo slecht. Ja? En ik heb nu contact. En binnenkort geef ik hem documentatie voor hem en video's over de onzichtbare wereld. Beste vrienden, waarom zeg ik dat? Omdat dit is zout. Ja, Maar ik ga afronden, want het is 34 minuten. En ik wil u zeggen, Cleo. Ik heb in mijn clipje gezegd, ik ben de klokkenluider die zegt, mannen. Christenen, broeders en zusters, kerken in Vlaanderen, S get up! Want onze boodschap: de wereld is stilaan. Men zegt dat al vijftig jaar. Dat is dikke bullshit. De oogst is rijp. Ja, dat is dikke bullshit. Misschien in Amerika en in Zeeland en wat weet ik allemaal, maar niet in Vlaanderen. Maar nu zie ik tekenen dat de mensen wanhopig worden. Slimste mensen ter wereld 1,4 miljoen mensen. En daarom dat ik zeg, ik ben de klokkenluider. Dat komt een tijd dat de mensen naar een relevant, geloofwaardig geloof gaan luisteren. Niet naar religie en naar versjes uit de Bijbel uit context getrokken. En mijn tweede punt is: kerk, wake up. En nu ga ik iets lezen, en dat is het slot van bijna drie jaar geleden. Wij geloven in een bovennatuurlijke God, in de Heilige Geest. En vaak weten wij niet, zeker de afgelopen drie jaar, waar staan we, wat gebeurt er, waar moeten we naartoe, wat ligt er voor ons. En Jacobus zegt, want we ze zitten bij Jacobus, in zijn Anef, als jij wijsheid tekort hebt... Bid en God zal geven. En die wijsheid wordt gekoppeld aan tijden van grote beproevingen en verzoekingen. Maar natuurlijk, de meeste mensen denken, ah ik moet bidden en God gaat mij het antwoord geven. En checka, want dat werkt soms zo. Maar negentig keren werkt dat anders. En wij staan open voor de twee manieren. En wij verzamelen achter de schermen, achter uw rug. Profetische woorden die komen. Dat zijn verschillende mensen die de gave hebben van, van God boodschap te krijgen. Maar wij gooien die niet zomaar over heel de kerk, omdat daar valse tussen zitten. Wat dat dus normaal is, hè? Paulus zegt dat. Hè? Dus wij willen die testen over de tijd. En nu wil ik eens iets lezen om te sluiten, iets wat ik gisteravond pas ontdekt heb. Je moet goed luisteren. Dit is Cleo, die drie jaar geleden dit gezegd heeft. Van Gods wegen. En ik heb toen gezegd: Dat, dat vertel ik aan de kerk. Want dan zijn we nu al Delft kwijt. Voor corona, luister. Mijn kind, dat is, tegen, dat is God, de Heilige Geest, tegen haar: Schrijf op. Ik zag een beeld van mezelf aan een koord van een kerkklok. Ik denk alleen, Eddie, je hebt gisteren een clipje gemaakt. En je hebt gezegd: ik ben de klokkenluider. En zij begint, en ik zweer het, ik wist dat niet. En zij begint met de woorden. En ik zag een beeld van mezelf aan een koord van een kerkklok aan het trekken om de klokken te luiden. Hallo, Cleo. Gezijne klokkenluider, roep mijn kind, roep luid naar mijn volk, opdat zij luisteren. Ik ben uw God, uw schepper, uw verlosser. Luister naar wat ik u zeg, mijn kinderen. Een nieuwe tijd is aangebroken, voor corona. Vaak, een professie weten niet wat de woorden betekenen die er staan. Daarom is het gevaarlijk om direct een interpretatie te geven. je? Een nieuwe tijd is aangebroken, een tijd die anders zal zijn dan gij verwacht had. Toen verwachten wij direct zegen. En de hel is gekomen, ja? Maar open uw blik. Ontdek nieuwe horizonten. Laat u leiden op een, op een onbekend traject. Want ik ben met u en ik hou ervan om unieke wegen te bewandelen. Stelt u open voor wat ik wil doen. Laat u verassen. Laat u verrassen, een nieuwe tijd is aangebroken. En nu? Daarna zag ik nog mensen hun, hun oren toestoppen. Die zijn ondertussen weg. hè. En ik hoorde: velen zijn geroepen, maar weinigen zullen volgen. Laat u niet ontgoochelen als de schapen niet langer volgen. Ik ben met u, ook al zijt je met niet veel. Houd moed, zo zegt de Heer. Moet u daar eens op reageren. Voordat ik mijn vrouw kwijt was, kanker had en ons kerk gehalveerd is. Wat zijn wij blij met al de mensen die God bijbrengt. God is getrouw aan zijn belofte. En ik zal nog een toemaatje geven. Wacht. Ook van het ja. Datum 9 februari 2000. Oké? Okay. Voor corona. Drie weken voor corona. Hé, hey, blijven zitten, jong. <laughs> Het is op zijn water. Wat? Abel? Ah, uh, uh, sorry. 2020. Zeg, uh, moet je dat niet? Professie, 9 februari 2020. Je moet mij niet geloven, hè? maar het staat er. En ik heb bijgehouden, omdat ik haar niet vertrouw. Vertrouw niemand die een professie heeft. Zonder te checken. En dat is, dat is geen schande. Hè? Dat is normaal. Paulus zegt dat. Toets, alles. En behoud het goede. Dat wil zeggen, tussen al die profetieën zit bullshit. Dus... Toets alles, maar doof de Geest niet uit. Ga niet naar een kerk waar ze zeggen: Ja, maar dat is niet meer voor vandaag. Forget it. Die zitten binnen 30 jaar nog altijd hetzelfde. Een bijbelstudieke, een dienstje, geen Heilige Geest. En Mijn kind, dit is de korte professie. Mijn kind, dit volk stopt zijn oren toe. Hardnekkig van hart en vastgeroest in eigen gedachten, gaat dit volk zijn eigen weg. En dat was over onze kerk en over het Vlaams christendom. Hoor naar mijn stem en bekeert u, mijn kinderen. Ik ben een God vol genade. Ik heb u lief. Maar word wakker. Uit deze roos. Ik ga door. Ik meen wat ik zeg. Maar gij gelooft niet wat ik zeg. Velen zijn geroepen. Tja. Maar weinigen volgen mijn wegen. Mijn verdriet in mijn hart, met verdriet in mijn hart zeg ik. Het is nog niet te laat. Maar ik zeg u, verander uw denken. Verander uw hart en volg mijn wegen voor het te laat is. Zo zegt de Heer. Ik wil nu dat we allemaal recht staan. Of dat je nu wilt of niet. En dat we samen bidden. Vinden jullie dit niet? Belangrijk. Dit was voor corona, voordat we zoveel ellende gezien hebben... ...en verloren zijn wie we verloren zijn. Hallo? Vader in de hemel. En mogen een paar mensen ook kort bidden nog, want ik vind dit historisch. Dit vind ik nu historisch. Hè? Heer Jezus, Vader in de hemel... Wij willen tot u komen met woorden van schuldbeleidenis en ontzag. Heer, wilt u onze trots, ons ongeloof, vergeven? Heer, wilt u ons helpen om niet te zijn als koppige paarden, maar te luisteren en ernaar te handelen en ons te laten onderrichten. Opdat wij in die zegen terecht zullen komen en er niet naast grijpen. Prijs uw naam, Heren, ik dank u dat u jaren geleden ons verwittigd heeft. En spijtig genoeg is het onheil gebeurd. Maar anderzijds zijn uw beloften daar ook. En die zijn nog altijd van toepassing op iedereen die mee wil vandaag.